Hey. Ik haat kerstmis. Dit feest is lit. Pika, pika. Ik ga een salto maken. Au. Ik ben in orde. Hier is mijn cadeau. Zonder twijfel het beste cadeau ooit. Hoe ziet dat eruit? Oh, ik voel me niet zo goed. Wat is er aan de hand? Ben je oké? Ik heb zo snel mogelijk hulp nodig. Wat heb je met de hond gedaan? Niets. Ik zweer dat het niet mijn schuld is. Dat geloof ik niet. Wat heb je met de hond gedaan, Griezel? Pika, pika! Ik heb niks gedaan. Nou, is de hond oké? Nee. Hij is gestorven. Wat? Pika! Ik moet gaan. Pika, pika! Raak niets aan. Het is een plaats delict. Kom, aan de slag. Niet meer zeuren. Bel 112! Politie, kom meteen! Letterlijk iedereen kan zien dat de Grinch hierachter zit. Pika, pika! Ik? Ik heb er niets mee te maken. Misschien ben jij de moordenaar. Dat ben ik niet, maar het zou Pikachu kunnen zijn. Pika! Waar is de plaats delict? Dit is waar het allemaal gebeurde. Wat een schattige puppy. Wie deed het? We hebben geen idee. Daarom hebben we jou gebeld. Het is ingewikkeld. Ik heb backup nodig. Ik heb jullie hulp nodig, jongens. Laat in de comments weten wie de hond heeft vermoord. Kom meteen terug naar het station. Ja, meneer. Sorry, ik moet terug naar het station. Hoe zit het met de zaak? Hier vind je alle apparatuur die je nodig hebt. Je kunt het. Jij gaat bekennen. Hou hem vast. We gaan dit tot de bodem uitzoeken. Hypnose. We zouden eigenlijk een leugendetector moeten gebruiken. Wauw, dat ziet er cool uit. Ik wil naar huis. Ik ga weg. Blijf waar je bent. Pika, pika. Wil je thee of koffie? Ik wil graag. Vertel ons hoe je een hondenmoordenaar werd. Huh? Oké, ik zal je alles vertellen. Ik kwam op het feest. Je weet dat ik van kerstmis hou. Ik haat kerstmis. Het was in volle gang. Ik zei hallo tegen iedereen. Ik liet mijn cadeau bij de rest achter en ging met iedereen de dansvloer op. Toen ik klaar was met mijn routine, merkte ik dat de hond het voedsel altijd had gekregen had. Wat is er aan de hand? Gaat alles goed? Hij werd ziek, dus ik kwam tussen beiden om hem te redden. Leugenaar, jij hebt hem vermoord. Nee, dat was ik niet. Ik wist het. Mag ik hem opeten? Pika, pika! Laat me hem slaan. Geweld is echt niet nodig. Doe wat je wilt. Ik zeg geen woord meer. Wat we willen? Prima. Ik heb deze sok zelf gebruikt. Pika! Nee, neem hem terug. Wat vind je van deze lichten? Ik haat ze. En ik haat kerstmis. Wil je nu de waarheid vertellen? Nee, nee. Dan vieren we kerstmis elke dag. Goed, ik zal het vertellen. Ik ben expres voor het laatst op het feest verschenen. Iedereen denkt dat ik kerstmis haat, maar dat is niet het hele verhaal.
Ik werd uitgenodigd voor het feest. Ik sloop naar de cadeaus. Ik had steenkool in plaats van cadeaus. Ik heb ze allemaal gestolen en geruild voor steenkool. Maar niet het hondencadeau. Iedereen weet dat ik een zwak heb voor honden. Ik wilde naar buiten gaan toen ik merkte dat de hond zich ziek voelde. Dus ik begon hem te redden. Hij vertelt de waarheid. Ja, ik heb de tas met gestolen spullen gevonden. Blijkbaar was je de hond aan het redden. Ik heb misschien je kerstcadeautjes gestolen, maar ik zou nooit een hond pijn doen. Dus wie had hem pijn kunnen doen? Vampier. Hij beet hem en dronk zijn bloed. Geef mij niet de schuld. Ik ben onschuldig. Ik heb niets te verbergen. Misschien wil je opschieten voordat de zilveren handboeien je pijn doen. Waar heb je deze vandaan? Het weer was verschrikkelijk. Ik kon geen Uber krijgen, dus ik vloog zelf. Ik landde en maakte indruk op iedereen met mijn spectaculaire entree. Ik zei hallo en voegde mijn prachtige cadeau toe aan de rest. Iedereen vond het geweldig hoe soepel dat ging. Ik pakte een drankje, stelde mezelf voor aan alle schattige dieren en stelde voor om samen een foto te maken. We hebben een aantal foto's gemaakt. Ze zijn verbluffend geworden. Ik zag er geweldig uit. De DJ zette een geweldig nummer op en we begonnen te dansen. Alle ogen waren op mij gericht. Ik herinner me dat allemaal. Maar het apparaat zegt dat je liegt. Misschien een beetje. Doe de zilveren handboeien af. Goed, vertel ons wat er werkelijk is gebeurd. Vergeet het. Zou een houten paal overtuigend zijn? Misschien helpt deze ketting je om de waarheid te vertellen. Oh, knoflook, ik hou mijn mond dicht. Je liet me geen keus. Niet de gordijnen. Prima, ik zal praten. Het was een gewone dag voor een onhandige vampier. Ik bedoel, mezelf. Het kostte me een tijdje om hier te komen. Ik was super moe, dus ik had een ruige landing. Iedereen zag het en lachte me uit. Ik wilde mijn cadeau bij de rest zetten. Maar ik struikelde over mijn jas en brak het cadeau. Wat de drankjes betreft, er was niets anders dan nepbloed, wat ik haat. Ik zag het konijntje, dus ik dacht dat het van mij was. Maar Smurfkat pakt het van me af. En Pikachu schreeuwde tegen me. Ik stelde voor om een foto te maken om het vast te leggen. Ik stond duidelijk niet op de foto, dus iedereen lachte erom. De muziek stond aan, maar ik kon er echt niet op dansen. Ik werd boos, dus ik besloot jullie allemaal te hypnotiseren en jullie het te laten vergeten. Je zult je nooit herinneren wat je zojuist hebt gezien. Jij hebt ook geen schuld. Ik drink wel bloed, maar ik zou nooit dieren pijn doen. Dat is waar. Hij verontschuldigde zich voor het ongeluk. Dus je hebt de houten paal niet meer nodig? Pika pika! De grote vraag is, wie heeft het gedaan? Jij deed het. Ik zag je vechten met de hond. Ik? Dat is bluf. Iedereen weet dat ik van dieren houd. Vertel ons wat er is gebeurd. Prima, ik zal het je vertellen. Ik kwam met een heleboel cadeautjes. Zei hallo tegen iedereen. Pika, konijntje, de DJ. Vervolgens legde ik voorzichtig de cadeautjes op de tafel waar de hond lag. Ik eide hem en gaf hem mijn beste wensen. Hij vroeg me een klein wonder te toveren. Wat ik deed en hij vond het geweldig.
Vervolgens ging ik naar de keuken en als genereuze persoon deelde ik de snacks. Dat is een leugen. Je bent erbij. Dat is niet wat er is gebeurd. Ze liegt. Pika pika. Ik hoop dat dit je geheugen opfrist. Wil je mij trakteren op een dessert? Graag. Is dat wat ik denk dat het is? Oh ja, je gaat ons er alles over vertellen. Pika pika. Ah, stop ermee. Oké, ik zal je de waarheid vertellen. Wat? Ik zal je de waarheid vertellen. Oké, je hoeft niet zo te schreeuwen. Je weet dat ik graag cadeautjes geef. Deze keer waren er zoveel dat ik niet kon zien waar ik heen moest. Oeps. Sorry. Ik ging naar de kerstboom om de cadeautjes achter te laten, maar ik heb de hond niet gezien. Sorry. Ik besloot sneeuw tevoorschijn te toveren om het goed te maken. Regen, heb je het met opzet gedaan? Toen het sneeuwgedoe mislukte, begon ik te stress eten, dus at ik alles. Ik moest iedereen voor de gek houden en deed alsof er maar heel weinig snacks waren. Ik wist dat jij niet de moordenaar was. Alle snacks eten is een beetje mijn ding. Pika pika! Wacht even, als ik niet de moordenaar ben en jij niet de moordenaar... Ik ook niet. Wat ons achterlaat met... Pika pika! Beken, is dit jouw schuld? Pika pika! Alleen jij bent de schuldige. Pika pika! Spreek! Beken! Ik wist dat jij het was. Pika pika! Deze keer kwam ik vroeg opdagen en zei ik hallo tegen iedereen daar. Toen zag ik dat de lichten uit waren, dus ging ik ze fixen. Wauw! Pika! Ik heb de DJ wakker gemaakt. Ik at wat snacks. Ik heb een foto gemaakt in de fotozone en danste met iedereen. En toen vonden we de hond en begonnen we elkaar te verdenken. Ze vertelt de waarheid. Zij is ook niet de moordenaar. Blijkt dat Pikachu onschuldig is. Dus wie is de moordenaar? Pika Pika! Het apparaat heeft een fout gemaakt. Al deze ondervragingen maakten mij hongerig. Pikachu? Wat heb je met haar gedaan? Oeps. Waar is mijn macht? Mijn macht! Waag het niet om de kat pijn te doen. Gaat het? Niet echt. Mijn zicht wordt slechter. Ik kan je redden. Ik ben Jarvis. Je robotassistent. Geweldig. Bedankt. Wat is het probleem? Alles. Ik heb moeite met ademhalen. Nee, de pols is weg. Schiet op. Claire! Nee, Jarvis, wat moeten we doen? Operatie. Pincet. Dit hoort hier niet thuis. Laten we ruilen. Alles is klaar. Niks lijkt te werken. Klik op het duimpje, zodat de kat beter wordt. We hebben meer likes nodig. Help ons het schattige katje te redden. We hebben meer likes nodig. Heel erg bedankt. Ik voel me nu veel beter.
Jee, dat is fantastisch. Ik kom eraan. Ik heb mijn eten nodig voor het konijn. Geef me een seconde. Hey. Hey, wie is een schattig katje? Hij is mijn leerling. Wat een schattige kleine verkoopassistent. Je wisselgeld. Waarom is ze weggegaan? Als iemand niet doucht, krijg ik misschien nooit meer een fooi. Het is allemaal klaar. Wauw. Ja, ik zal schoon zijn. Oké, wat moet ik doen? Loop maar door, de gadgets zorgen voor de rest. Ugh, meer water. Ik heb er een hekel aan. Blijf lopen. Ruikt zoet. Wat is het? Kattenshampoo. Over de wangen wrijven voelt heel fijn. Ik wist dat je het leuk zou vinden. Zo warm. Het voelt alsof ik in de zon sta. Last but not least. Geur. Ik ben de schoonste kat ooit. Dat klopt. Ik heb kattenshampoo nodig. We hebben veel om uit te kiezen. Koop dit ding en je kat zal net als ik in de wolken zijn. Ja, als je een kattenwasmachine koopt, krijg je de shampoo gratis. Je was niet overtuigend. Maar deze schattige kleine medewerker was het zeker. Dat is te veel. Bewaar het wisselgeld. Je hebt een talent voor het verkopen van dure gadgets. Denk je? Zeker. Mag ik hier iets van? Dit alles is voor gewone katten. Je verdient beter. Jarvis. Bij wie moet je helpen? Jij stuk blik. Er zitten 24 soorten voedsel in de machine. Hoe werkt het? Sla er met je poot op en dan komt er willekeurig eten uit. Laten we het eens proberen. Druk hier. Smaakt zo goed. Je hebt een ander leven. Ik vraag me af wat er nog meer in zit. Een taart? Ik weet niet wanneer ik jarig ben. Ik zeg dat het vandaag zou moeten zijn. Ik wil ook een verjaardagstaart. Doe een wens en blaas de kaarsjes uit. Mag ik het nu eten? Tuurlijk. Heerlijk. Mijn kat is erg slank. Help me eten kiezen. Hoe slank hebben we het? Wow, we hebben geen seconde te verliezen. Voer je kat 3 keer per dag en hij zal beter worden. 3 keer. Het punt is dat ik meestal weg ben. Dan heb je een automatische kattenvoerbak nodig. Oh, echt? Ik wilde het alleen maar voorstellen. Deze bijvoorbeeld. Het is zo gemakkelijk, zelfs dat ik het kan. Ik ben verkocht. De tip is voor de donzige verkoopassistent. Je bent een verkooprockster. Wacht even. Stop. Wat is er? Dat begrijp ik. Jarvis, code rood, code rood. Alles klaar. Phew, het is gelukt. Nu kan ik de kattenbak weghalen. Je kan het zelf wel aan. Oeh, ik heb geen duimen.
Jarvis. Waarom ben ik het altijd? Wat doet deze afstandsbediening? Raak het aan en ontdek het. Wauw. Het slaat toch? Kort. Wat? Ik kan het uitleggen. Ik wil graag de kattenbak hebben. Ik ook. Nee, ik was eerst. 1 voor 1. Ik heb een jaar lang moeite gedaan om de kattenbak te verkopen. En jij hebt hem binnen 2 minuten verkocht? De juiste marketing is alles wat je nodig hebt. Nou, dankzij de marketing moeten we opruimen. Hoewel er hier niemand is, kan ik de boel opruimen. Pardon, de plank is voor voedsel. Goed, ik ga een andere plek zoeken. Je staat me weer in de weg. Ik weet een fijn plekje. Wat is er? Goed bedacht. We moeten een bed voor je regelen. Ik hou wel van geld, weet je. Ik hou nog meer van huisdieren. Dus hoe zit het eruit? Goed? Is het allemaal van mij? Natuurlijk vind ik het leuk. Het is perfect. Ik heb mijn mooiste bed nodig voor mijn zwangere kat. Het punt is... Hier, ik zal het je laten zien. Er is een knus kussen. Voelt zacht aan. Er is een krabplek aan de zijkant voor uw kat en haar kittens. Het is geweldig. Er zit een voelspriet bovenop. Je kunt ermee spelen. Het is perfect. Het punt is, ik kan het me niet veroorloven. Je kunt het nu hebben en er later voor betalen. Je bent zo aardig. De kat is werknemer van de maand. Kom nog eens, breng me de volgende keer geld. Waarom zou je je bed opgeven? Ik kan zonder, de zwangere kat niet. Je bent zo'n schatje, ik zal je een grotere bezorgen. Ja! Terwijl je bed wordt afgeleverd, kun je een beetje spelen. Wauw, een volle doos speelgoed. Er zijn een heleboel leuke dingen. Dus het rolt gewoon over de vloer? Geweldig! Kijk of je hem kunt vangen. Heb eens. Bijna. Nee, dat heb je niet gedaan. Ik heb het. Nee! Stom stuk ijzer. Er is nog iets. Wat vind je van dit, schatje? Ik hou van muizen. Ik ga hem vangen. Nee, dat is niet zo. Heb eens. Het is mislukt. Wat dacht je hiervan? Ik vind het geweldig. Oh, dat zijn wij met z'n tweeën. Hallo? Hebbes. Holy smokes. Nou, jager, pas maar op jij. Wat is er gebeurd? Ik ga weg. Je hebt de leiding over de winkel terwijl ik weg ben. Laat ze met rust. Ladybug. Ze gaan nergens heen. Oh, nee? Wat dacht je daar dan van? Phew, op het nippertje. Ik zit in het midden van het vangen van een crimineel. Ik ben hier om te helpen. Ik ben goed in mijn eentje. Zal ik maar gaan? Nee. Nee. Laten we samenwerken om de dieren te redden. Ben je oké? Cataclysme!
ben je oké? Dat ben ik niet. We zullen je redden. Maak je geen zorgen, je bent veilig. Grijpbaar. Ze rennen die kant op. Ik heb haar gevonden. Rustig, niemand doet je iets. Ja, echt waar? Ik schrok me dood. Ga maar eens kijken. Oké. Auw, mijn poot doet pijn. We gaan uitzoeken wat er mis is. Super kans. Prima, hoe werkt er eentje? Hoe kan dit ding nuttig zijn? Daar had ik nog niet over nagedacht. Haar poot is gebroken. Wacht even, wat is dat? Is ze in verwachting of wat? Wat moeten we hiermee doen? Gefeliciteerd! Maak je geen zorgen, we zullen goed voor je zorgen. Echt? Ik weet alles van katten. Laten we je poot verzorgen. Zo gaat het goed. Terug. Ik zoek het wel uit. Miraculous Ladybug! Het is helemaal genezen. Ik kan lopen en spelen. Oh, is het altijd zo koud? Zo zijn ondergrondse asiels. Kou is een harde nee voor jou. Je bent in verwachting. Kniep het overtollige eraf. Dit ook. Ik wou dat ik het wist. Verbind dit. Draai het dicht. Voeg zwarte stippen toe. Klaar. Wat vind je ervan? Het voelt veel warmer. Zwangere katten moeten rusten. Een plekje voor kittens en een dieet. Je hebt mij. Kataklysme. Perfect. Wat denk je? Het is geweldig. Ze heeft een ander leven. En dit dan? Wow, dat is nog cooler. Deze plek is niet genoeg. Waar zoek je naar? Ik heb ruimte nodig voor mijn kittens. Oh, ik weet het. Ik ben zo terug. We zullen snel een plekje voor de kittens zoeken. Superkans. Een nutteloze superkans. Hoe kan een stukje papier helpen? Wij bouwen huisjes voor huisdieren. Perfect. Hey, met Ladybug. Ik heb een huisje nodig voor een zwangere kat. Ik ben er. Laat me je helpen. Bezorging. Een paar dozen. Dat was nog eens snel. Hier is je alles. Dit is een huis voor jou en je baby's. Jee! Zo gezellig. Mijn baby's zullen het geweldig vinden. Het is van het huis. Goede klantenservice. Zo leuk! Wat gebeurt er? Jij weer? Pak aan! Perfecte timing. Ik ben huisraad gaan halen. Dat is een hoop troep. Eén momentje. Ik heb twee huizen. Deze is nog cooler, hoor. Wat? Ik zei toch dat ik alles van katten wist? Ouch! Ik denk dat ik mijn hand bezeerd heb. De kracht van de Miraculous Ladybug werkt misschien? De jojo ging dood. Geef toe, of je bent er geweest. Nou, je gaat eraan. Wat is er? Waarom ben je verdrietig?
Mijn kittens zullen niks hebben om mee te spelen. Ik heb een heleboel apparaten waarmee jullie kunnen spelen. Laser. Katten zijn gek op lasers. Wij vinden ze wel leuk. Wat moet ik doen? Er zijn er te veel. Dat is lekkere chocolade. Wat is er mis? Het is maar een laser. Ik kan ze niet allemaal vangen. Uitschakelen. Uit. Prima, dat gaat ook niet werken. Ik wil niet dat mijn kittens daarmee spelen. Ik weet waarmee ze kunnen spelen. Wat is dit? Cataclysme. Klaar, hier komt het. Ze speelt niet met dit uitschot. Dat is ziekelijk speelgoed. Mijn katten zullen dolblij zijn. Ik hou van kaas. Bah, kaas. Koekjes zijn 100 keer beter. Er mist iemand. Dat is niet goed. Dat ook niet. Dat is te ruw. Wat ben je aan het doen? Op zoek naar een klauwenslijper? Meubels zijn niet goed. Ik heb het zelf geprobeerd. De kittens krijgen de beste die er is. Superkans. Wauw. Lijkt me geen klauwenslijper. Wat ik echt zou willen weten is hoeveel koord er is. Ik heb een idee. Sluit je aan bij de wikkel aan het koord. Prik het door. Klaar. Probeer het eens. Perfect. De katjes zullen er dol op zijn. Ik denk dat ze dit ook geweldig zullen vinden. Laat eens zien. Leuk ding. Ja, ik heb het al gemaakt. Heb je het spel je hongerig gemaakt? Niet echt. Neem wat kaas. Maak je geen zorgen. Een dokter zou haar moeten onderzoeken. Hallo. Onze kat weigert te eten. Waar is de dokter? Hier ben ik. Eén momentje. Ik ben een beetje bang. Relax, ik ben een dokter, weet je. Ze had niks van wat we haar aanboden. Zelfs kaas. Zelfs kaas? We zoeken het wel uit. We moeten een controle achter een gordijn doen. Oké. Jij bent het. Help! Er is iets mis. Artsen zijn haar grootste angst. Het is oké. Ik word ontvoerd. Stil, ga in de kooi. Wat is dit? Jij weer. Ik ben het niet. Ik ben een dierenarts. Gaat het? Ja en nee. Wat bedoel je? Jullie hebben me gered, maar ik denk dat ik weeën heb. Woeps. Wat is daar? Het was een gemakkelijke rit. Cuties. Ze zijn van mij. Help me ze in te pakken. Zeg cheese. Cheese. Hi. Ladybug, red me. Er is een vampier in de winkel. Ik kom er zo aan. Hou vast, ik ben zo terug. Hoi, Andy. Is hier iemand? Hij heeft vast pauze. Hij zal verrast zijn om Ladybug te zien. Een vampier? Wacht even. Kom niet dichterbij. Ouch. Pak aan. Wacht, ik ben een superheld. Daar heb je om gevraagd. Ik ben verliefd. Andy? Ladybug kent mijn naam. Ik zag je blog. Ladybug is op mij geabonneerd.
Hoe ben je een vampier geworden? Ik was het die hem veranderde. Waarom? Ik heb een huis nodig. In ruil daarvoor geef ik hem een tegengif. Geef het. Je moet me terug veranderen. Geen zorgen, ik zal je helpen. Echt? Natuurlijk, ik ben een superheld. Courtney zal sterven van jaloezie. Wat? Je doet me aan iemand denken. Ik krijg het vaak te horen. Hebben we elkaar al ontmoet? Ik denk het niet. Of heb je het middel niet nodig? Oké, aan het werk. Close shot. Je moet je vaardigheden leren gebruiken. Wow. Cool. Haast je niet. Maak je geen zorgen, het is makkelijk. Hey iedereen, help me sneller te maken. Druk op de like-knop om me sneller te laten rennen. Stop! Sorry. Ik ben langs je huis gegaan. Dit is voor jou. Dank je. Kan ik vliegen? Natuurlijk. Wauw. Dat kan niet. Hallo? Heeft u speelgoed voor? Een vampier. Je zult weggaan en alles vergeten wat je hebt gezien. Ik denk dat ik moet gaan. Nog één ding. Abonneer je op Annie's blog. Wat een interessante site. Wat? Ze zal zich toch snel abonneren. Laten we snel een mens van je maken. Hoe zit het met de training? Dat maak je meteen duidelijk. Ik vind dit huis niet leuk. We zullen het oplossen. Wow! De kans om remedie te krijgen is vergroot. Zullen we er speelgoed van maken? Ik heb een idee. Dat hebben we nodig. Jij bent de beste. Nee! Je ontkomt niet aan de liefde. Ik vind jullie een schattig stel. Niemand heeft het aan je gevraagd. Hallo, ik heb dieren voor nodig. Natuurlijk. Oh, nee. Welkom in onze winkel. Voor wie heeft u eten nodig? Ik. Het is een weerwolf. Vampiers en weerwolven zijn vijanden. Je moet me helpen. Daar gaan we. Dit zal je helpen. Mooi bot, bedankt. Hup, hup. De volgende keer kom je er niet zo makkelijk vanaf. Wat zei je? Niks, nog een fijne dag. Mijn liefje. Laten we weer aan het werk gaan. Ik heb een speeltje voor haar. Er ontbreekt iets. Je kunt gaan trainen. De volgende keer laat je die hond wat zien. Precies. Wat? Ik zou je aan Courtney moeten voorstellen. Ik denk niet dat dat een goed idee is. Ik bel haar. Wat
wat moet ik doen? Een masker. Courtney, ik heb je net gebeld. Hoi, ik heb het niet gehoord. Laat me je voorstellen aan mijn nieuwe vriend, Ladybug. Ja, en ik ben Opila Beurt. Ze was hier net nog. Is hij blind? Ik heb geen tijd meer. Heb je hulp nodig? We maken een kattenhuis. Wat een schatje. Je bent zo'n leugenaar. Ik denk wel dat ik iets kan doen. Je zou haar moeten ontmoeten. Ik denk het niet. Ze is geweldig. Ze is slim en sterk. Wow. Bovendien heeft ze een heleboel coole gadgets. De beste meid. Ik verheug me erop om haar te ontmoeten. Je zult wel honger hebben als een vampier. Lekker. Waar is Ladybug? Het is tijd om te gaan. Ik heb nog veel te doen. Wacht even, hoe zit het met Ladybug? Hey Romeo, waar moet ik slapen? Waar je maar wilt. Je bent een kat. Ik heb een bed nodig. Ben je vergeten wat er op het spel staat? Wacht even, ik doe meteen alles. Ik ben terug. Waar ben je geweest? Ik heb mijn superheldenklus gedaan. Wauw. Waar is deze kist voor? Het is mijn bed. Hoi, ben jij ook een vampier? Nee, ik ben Cat Noir. Jij bent zo lief. Cat Noir. Dank je. Je hebt de betovering van mij verbroken. Het is mijn plicht, want ik ben een superheld. Ik hou van je, Ladybug. Ladybug, 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 Ladybug. Alles goed met je? Je liet me schrikken. Je bent te bang voor een superheld. Wauw. Het bed is zo mooi. Goed van je, Andy. Niets bijzonders. Goed gedaan. Oh nee. De baas vermoordt me. Waar denk je dat ik mijn klauwen moet slijpen? Ik weet hoe ik het probleem moet oplossen. Ah. We kunnen alles van karton maken. Je hebt me geïnspireerd. Ze zal nooit meer dingen beschadigen. Oké, ik zal je spullen met rust laten.